We kijken naar de rechtspersoon en de rechtspersoon is iets anders dan het natuurlijk persoon, maar heeft er wel wat mee te maken. Dus je kunt eigenlijk zeggen een bedrijf met rechten en plichten. Een bedrijf met rechten en plichten, een rechtspersoon. Een rechtspersoon kan ook bezittingen en schulden hebben. Een bedrijf met rechten en plichten, een rechtspersoon kan ook bezittingen en schulden hebben. En er zijn eigenlijk in Nederland twee voorbeelden van een rechtspersoon. En dat zijn de BV en de NV. Nou, je kunt ook zeggen dat een rechtspersoon is een juridische constructie waardoor er geen sprake is van hoofdelijke aansprakelijkheid. Er is dus geen hoofdelijke aansprakelijkheid. En dat betekent dat je niet met je privévermogen aansprakelijk bent. Dus je kunt het geld wat je privé bezit niet verliezen bij een rechtspersoon. Dus als je BV of NV failliet gaat, ben je niet al je privévermogen kwijt. Het enige wat je kunt verliezen, is het geïnvesteerde geld. En om het nog makkelijker te maken, je kunt het ook zo onthouden. Een natuurlijk, persoon ben je, of ben je zelf, en een rechtspersoon bezit je. Dus als je als natuurlijk persoon failliet gaat, dan ben je al je geld kwijt, want je gaat ook zelf failliet. En als je rechtspersoon, dus je BV of je NV failliet gaat, ben je alleen je bezit kwijt van de BV of NV. Je persoonlijke of je privévermogen niet. Nou, korte herhaling. Een rechtspersoon is een bedrijf met rechten en plichten. Een rechtspersoon kan ook bezittingen en schulden hebben. En je kunt een rechtspersoon ook aanklagen. En dat wil niet zeggen dat je als eigenaar dan zelf de gevangenis in moet, maar het bedrijf krijgt dan een boete of een bepaalde straf. Nou, in Nederland kennen we de BV en de NV. Dat zijn voorbeelden van een rechtspersoon. Een rechtspersoon is eigenlijk dus een juridische constructie en daardoor is er geen hoofdelijke aansprakelijkheid. Je bent dus niet aansprakelijk met je privévermogen. Het enige wat je kunt verliezen is je geïnvesteerde geld. Dus stel je stopt 20.000 euro in je BV en het bedrijf gaat failliet, dan ben je de 20.000 euro kwijt. Niet meer en niet minder. En makkelijk is het volgende. Een natuurlijk persoon, dat ben je. Dus dan ben je dat als persoon zelf. En een rechtspersoon is wat je bezit. En dat is alles over de rechtspersoon.